Het kunsthuis in Baren opent het seizoen met een kinderexpo. En ja, de kunstenaars die vandaag hun werk laten zien, dat zijn leerlingen van jullie. En wij zijn van Langs-Jan. Ja, atelier Langs-Jan. Het leukste atelier van Baren. Ik geloof ook het bijna enige atelier. Maar wij zitten hier vlak naast het koetshuis. Ik heb deze vis hier gemaakt. Hoe doe je dat? Moet je eerst twee duimeltjes maken. Dan moet je met duimen in een eigen klei. En dan wordt het steeds een half potje. En maak je twee van, die doe je tegen elkaar aan. Eigenlijk die plak je met een soort lijm. Het is klei, een beetje nat. Dat plak je tegen elkaar aan en dan kan je versieren met allemaal met de vinnen. Dan glimt hij toch nog niet zo mooi, of wel? Nee, dan moet je hem glazuren. Dan moet hij eerst heel lang drogen, dan moet je hem glazuren en dan kan hij in de oven. En dan gaat hij glimmen. Mooi, hè? En we hebben hem geverfd met Delfts blauw. Hoe lang zit je al bij Langs-Jan? 5 jaar, denk ik. 5 jaar? Ja, zoiets. Wow, dan ben je al heel jong begonnen, hè? Ja, toen ik 6 was of 7. En ga je nog lang door, denk je? Ja, denk het wel. Vind je dat heel leuk? Ja. Ga je er later ook wat mee doen? Werk het wel. Ja, ik wil kunstenaar worden, dus ja, denk precies. Het wel. Ja. Nou, heel veel succes ermee. Ja, bedankt. Je kan daar dingen doen die je op school niet kan doen, die je thuis misschien niet kan doen, waar je niet aan toe komt. En de vrijheid en creativiteit ten top. Vanaf welke leeftijd kunnen ze daar terecht? Vanaf 6 jaar. Vanaf 6 jaar en dan in ieder geval tot 18 jaar. En we hebben ook nog wel voor de volwassen mensen wat workshops en zo. Ja. Een gistplaat en dan moet je eerst met een potlood erop tekenen. En daarna ga je het schilderen. En heb je er lang over gedaan? Ja. 2 dagen. Alleen we zijn geen timmerclubje. We proberen wel echt de technieken aan de kinderen aan te bieden. En dat in combinatie met een beetje kennis maken met kunst. Ga je ook elke woensdagmiddag naar Langs-Jan? Nee, elke vrijdag. Oh, jij zit dan elke vrijdag. Oké. Okay. En doe je nog meer dingen daar dan alleen verven? Mm-hmm. Wat doe je nog meer? Ik heb ook speksteen en zo gemaakt. We bieden ze alles aan. We werken dus met projectjes een paar weken aan een bepaald onderdeel. Dat kan dus zoals hier op de tentoonstelling, dat Delfts blauw. Maar dan wel weer met verschillende technieken. Van het linoleum wat ik net zei. De kleintjes hebben een kartondruk gemaakt. De grote kinderen hebben dan echt met klei gewerkt. Of vazen zelfs gemaakt in Delfts blauw. In het begin van het seizoen bieden we al die technieken een beetje aan. En daarna mogen ze ook gaan kiezen. Ze moeten wel eerst allemaal wel een keertje geproefd hebben, zeggen we, voordat ze kunnen kiezen. Pottenbakken, schijf, alles komt wel een keer aan de orde. Nu sta je voor zo'n bord met allemaal van die mooie frisjes. Ja. Welk is van jou? Deze. Alle 5? Ja. Oh, mooi. En hoe maak je die dan? Nou, je maakt eerst een visje van klei en dan doe je hem in een bak. Wat voor bak is dat? Zo'n malletje? Zo'n boterbakje. En dan doe je daar gips in en dan krijg je zo'n malletje. Oh, oké. Okay. En daar kan je ook klei in doen en dan krijg je van die visjes. Is deze nou van gips of van klei? Van klei. Oh, ja. Dit is van klei. Dus dan moet je er ook nog andere dingen mee doen, denk ik? Ja. Wat dan? Nou, je moet hem nog glazuren, het wit en met dat blauwe ook nog eroverheen dan. Oké. En dan moet je nog de oven in, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Je moet nog de oven in en dan gaat hij glimmen. Zijn er ook kinderen bij waarvan je al een beetje denkt van, nou, die komen heel ver in dit wereldje? Nou, soms zitten ze er wel tussen, ja. Dus, maar voornamelijk zijn het kinderen die het gewoon heel leuk vinden om het te doen. En je hoeft er natuurlijk niet je beroep van te maken uiteindelijk, maar er zitten wel talenten tussen. Ja, dat bedoel ik. Als je dat dan ziet, heb je dan toch niet een beetje de neiging om extra te stimuleren, extra les te geven of nee, proberen? Nee, juist andersom. Juist die kinderen die het niet zo in zich hebben, die proberen we vooral te stimuleren om ook daar hun draai in te vinden. Want die andere kinderen die komen er toch wel. Want die vinden zelf al die techniek en die zien zelf al die spullen bij ons. En die worden daar al door getriggerd, door wat ze zien. En in de kinderen die
van huis uit het niet meekrijgen of de aanleg niet hebben, die wil je juist heel graag erbij betrekken. We willen graag echt juist die kinderen ook op les hebben. We willen eigenlijk bereikbaar zijn voor iedereen. Nou, eerst teken je een beetje erop wat je wil maken. En dan ga je met een bijtoetje en een hamer ga je dan met het bijtoetje erin en dan ga je slaan op de met dit bijtoetje ga je dan zo met deze hamer ga je dan erin en dan sla je hier zo op en dan gaat die er zo in en dan heb je en dan krijg je een lijn en dan als je dat er helemaal in doet dan kan je dit bijvoorbeeld maken. Dus daar haal je eigenlijk stukjes hout ermee af. Ja. Ja. Gaat dat altijd in één keer goed? Het lijkt mij heel moeilijk hoor. Als je er heel diep in gaat, dan breekt het af. Maar als je er niet heel diep in gaat, dan krijg je wel een mooie lijn. Nou, kinderen die na het zien van deze uitzending denken van, nou, ik wil eens een keer, ja, misschien een keertje kijken of een proefles doen. Kan dat allemaal? En waar en wanneer? Ja, dat kan op al onze lessen natuurlijk. Ja. Dus kom gewoon een keer langs en kom gewoon binnen. Ja. Wanneer zijn jullie precies open dan? Dinsdagmiddag, woensdagmiddag, vrijdagmiddag in ieder geval. Dus, en dan een beetje na schooltijd. Ja. Als het licht brandt mag je binnenkomen, zeggen we altijd.